Bam, we zitten gelijk vol in de actie, want we zijn in wereld 8 in Kirby's Return to Dreamland Deluxe. We zijn belazerd door freaking Magolor. Hij wilde gewoon een kroon hebben die hem alle kracht zou geven van de wereld. En nu, met de hulp van de Drakelandia, gaan wij keihard door deze wereld heen. Dit is wel vet, man. Dit is echt retro gaming. Dit voelt echt als vroeger, toen ik jong was. Toen ik jullie leeftijd had, van al mijn kijkers, denk ik. Hoppakee, we gaan ze pakken. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt, want dan moet je gewoon natuurlijk op dit kanaal zijn. Dit is het Nintendo kanaal. En ja, hopelijk dat we binnenkort een keertje die 100.000 abonnees halen. Dat zou super vet zijn. Eerst maar eens even focussen hierop, jongens. Dat we dit allemaal gaan halen. Hoppakee. Lekker. Ja, deze draakjes zijn wel echt vet cool. Hier zijn geen energiebollen te vinden, zo te zien. Dus we moeten gewoon door de levels heen spelen. We hoeven niet op te letten dat we speciale dingen gaan pakken. Dus dat is wel lekker. Daarboven is een uppie. Laat ik lekker zitten. Ik heb 74 levens. Dus ik vind het helemaal prima. Oh, oké. Bam! En bam! En nog een bam! En hier, bam voor jou! Lekker! Oké, daar gaan we. Waar gaan we naartoe? Let's go, Curbs. Oké, wat? Dit kunnen we niet kapot schieten. Dan moeten we gewoon ontwijken. Oké, dan gaan we dat lekker ontwijken. We kunnen wel hier doorheen. Die kunnen we wel kapot schieten. Oh my god, als we het... Ja, dit gaat vrij soepel. Ik heb nu ook een sterkere kracht, zo te zien. Want ik blaas nu ook opzij gewoon. Als ik maar lang genoeg oplaat. Oké. Ja, top dit. Weer een uppie erbij. Lekker dit. Gaat helemaal goed. Helemaal soepel. Ik ben in mijn element. Ik vind dit een superleuk level. Ik hou van dit soort levels. Hoppa. Hoppa. Heel goed. We knallen overal doorheen. Beam, lekker. Oké, waar gaan we nu? We moeten hier doorheen. Kunnen we hier wachten. En dan kunnen we hier doorheen. Kunnen we hier wachten. Dan kunnen we hier doorheen vliegen. En hier wachten. Ja, oké, soepel. Oh, mega grote kristal. Even wachten tot die weg is. Ja, lekker eten. Hoppa. Nom, 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 nom. En dan, waar komen we nu terecht? We vliegen door, we vliegen door. Ik vind dit cool, man. Ik vind dit echt heel leuk. Leuke afsluiting van die Kirby game. Daar is die, hoor. Daar is de stinkert. Daar is Magolor met zijn superkroon. We komen je halen, vriend. Dit gaan wij niet toelaten. Ja, ik heb heel dat spaceship voor jou gemaakt. Ik heb hem weer opnieuw opgebouwd voor je. Maar ik ga hem nu weer kapot knallen. Let's go, Kirby. Lore en Magolor. Maak ze kapot. Lekker. Bam. Heerlijk. Blijf schieten. Gewoon blijven schieten. Hij komt me nu... Oké. Ja, helemaal goed. Blijf schieten, Kirby. Lekker. Blijf ontwijken. Toppie. Oh, hier zit... Kunnen we die schieten? Nee? Dan moet ik gewoon een beetje rond blijven vliegen, denk ik. Ja, top. Lekker. Oké. Pas op. Pas op voor de windvlaag. Oh my god, de lore is wel sterk. Dat kon ik net ontwijken. Heel goed. Oh, ik ben geraakt. Oh nee. Oké, ik heb hem voor de helft. Oh, nice. Ik heb een kersje gegeten. We kunnen door. Wat is dit? Zo'n grote vuurballen, jongen. Let's go. We pakken hem. We gaan best wel goed. We liggen goed op schema. Ik kan hem nu denk ik even niet raken. Wat was dit, joh? Oh, en nu? Ik kan niet achter me schieten. Kan ik omdraaien? Ik kan niet omdraaien. Oké, ik moet weer deze kant op. Waarom kon ik niet achter me schieten? Oké, ik moet nu om hem heen vliegen. Is goed. Ik kom eraan. Oh my god, word ik alsnog geraakt. Dat was zonde. Dat was niet nodig. En dit was ook niet nodig. Let's go, Kirby. Moeten we wel even focus houden. Want ik denk dat Magolor straks ook nog wat gaat doen. Jeetje, wat een chaos opeens. Wat een chaos opeens. Wat is dit allemaal? Grote vuurballen. Man, we zijn er bijna. We hebben hem. Het ruimteschip is kapot. Lore is kapot. Maar Magolor nog niet. Ja, Magolor. Waar ga je naartoe dan? Ik heb gelukkig wel weer vol leven nu. Oh, daar gaan we. Kirby, King Dedede, Waddle en natuurlijk Meta Knight. Ja, we worden gewoon geholpen door onze vijanden. Om Magolor te stoppen. Ja, let's go. Ik wil hem ook verslaan. Let's go. We gaan hem pakken. Hij doet zijn handen omhoog. Hij maakt één grote elektriciteitsbol. Nee, het zijn er twee. Pas op. Oh, lekker Meta Knight. Heerlijk gedaan. Die weert ze hem even af met zijn zwaardjes. Nu twee psychische ballen. Vier psychische ballen. Oh, King Dedede wordt geraakt en Waddle die ook. Oh nee, oh, Meta Knight wordt ook geraakt. Kirby ook. No.
Ja, maar we gaan dit niet verliezen, jongens. We gaan dit toch niet verliezen? Welke power gaan we pakken? Wat is de beste power in de game? We kunnen ze bijna allemaal kiezen. Ja, eigenlijk eentje waarbij je niet te dichtbij hoeft te komen. De zand power vond ik wel heel goed. Of we gaan vooral voor deze, dat we hem kunnen schieten. Dan kunnen we op een afstandje blijven. Ja, let's go. We gaan gewoon voor de mecha. Die vind ik toch wel cool. Ja, oké. Wat gebeurt hier? Daar is hij. Hij komt ons toch halen. Ja, in plaats van dat je gewoon wegvliegt. In plaats van dat je gewoon wegvliegt en mij ergens anders probeert te pakken. Maar nee hoor. Jij wil het op deze manier doen. Oké, Magolor. Wat ga je allemaal... Wat heb je hier voor mooie vuurballen, jongen? Ja, het zijn geen vuurballen. Het zijn electric ballen. Probeer er dichtbij te komen. Probeer er dichtbij te komen, Kirby. Ja, heerlijk dit. Heerlijk, heerlijk. Heerlijk. Pak hem. Pak hem aan. Pak hem aan. Ik weet... Oh, oh, wat is dit? Oké, maar hoe moest ik weten waar ik geraakt zou worden dan? Hebben we al voor de helft? Ik geloof nooit dat het zo snel kan gaan. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat doet hij? Wat is dit? Wat is dit? Oh, hij probeert me op te zuigen in de vortex. Dat gaat niet gebeuren. Kom op. Kom op. Lekker. Oké. Oké, hij is er weer. Hij is er weer. Gaan we hem weer pakken. Let's go. Ik kan volgens mij die ballen ook gewoon schieten. Ja, kijk. Nice. Ik hoef niet weg te rennen voor die ballen. Wat is dit? Oh, oké. Oké, jammer joh. Jammer. Wat is dit allemaal? Auw. Oké, come on. Come on, Kirby. Come on. Die ballen kunnen we gewoon schieten. Lekker. We hebben hem bijna. We hebben hem heel bijna. Als dit het tenminste is. Ja, dit is het niet. Hij is helemaal lijp. Hij is... Wat is dit? Wat is dit? Wat heeft hij? Oh my god, wegwezen. Enemies. Oké. Okay. Die kunnen we allemaal wel kapot maken. Cool. Oh. Oh, ik heb de drakenvlam superpower. Lekker. Oké, als hij nu komt, maken we hem kapot, jongens. Die ballen kapot maken. Lekker. Die hebben niks op mij. Pak hem. Let's go, Kirby. Heerlijk gedaan. Oké, dat is 1 van de 5. Dat is 1 van de 5. Oh, dit was bijna 2 van de 5. Maar bijna is die helemaal. Maar dit is wel 2 van de 5. Hoppakee. Ik ga gewoon springen en dan ga ik hem gewoon... Oh, 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 daar ging mijn superpower. Dit was jouw plan, hè? Kan ik hier in de hoek staan? Ik ga jouw kracht pakken. Ik ga jouw kracht pakken. De lichtkogelkracht. Let's go. Oh, ik kan hem al bijna kunnen raken, denk ik. Oh, oh, wacht, wacht, wacht. Dit is moeilijk, dit is moeilijk. Pak hem. Lekker. Want we moeten dat rondje moeten we natuurlijk naar hem toe sturen. Ik denk dat ik nu even... Ja, ik moet hier staan. De vortex probeert mij weer erop te zuigen. Maar dat gaat niet, jongen. Dat gaat niet. Dan pak ik alvast mijn lichtbol weer. En dan... Ja, lekker. Lekker. We moeten hem nog 1 keer raken. Hij gaat mijn superkracht nu weer afnemen. Oké, Kirby. Je bent lekker bezig, jongen. Je bent lekker bezig. Welke moeten we pakken voor de superkracht? De achterste moeten we hebben. Deze moeten we hebben. Lekker. En het ultra zwart. Piem. Piem. Kom maar, Magolor. Kom maar. Kom maar naar voren. Ik pak je. Als je durft. Als je durft. En pak ik je. Ja, hier. Komt-ie. Op je bakkes. Lekker. Hij heeft nog een klein beetje leven. Heel klein beetje leven. Dit is het. Dit is het moment. Pie! Let's go, Kirby. Ik ben keihard op mijn controller aan het rammen. Lekker hoor. Hij wil zo graag Link zijn, hè. Oh my god, dat zwaard is huge geworden. Bye bye, Magolor. Tot de volgende keer. Nou ja, ik denk het niet. Ik denk eigenlijk niet dat er de volgende keer komt, want je bent gewoon kapot. Je bent hartstikke kapot. Daar, of komt hij nog een keer terug? Zou die nog terugkomen? Zou die nog terugkomen? Is die nog helemaal niet kapot? Of betekent dit dat we de kroon kunnen pakken? Nee hoor, hij is er nog. Freaking Magolor. Hou eens even op. Wat is je plan? Wat is je plan? Laat mij gewoon hier staan. Wat doet hij allemaal? Hij heeft me gewoon bijna gesloopt nu. Ja, ik kan nu die bollen ook niet echt pakken, denk ik. Wat doet hij? Hij heeft me net zo hard geraakt, hè. Omhoog, Kirby! Lekker! Wat moeten we doen? Hoe moet ik hem raken? Ik weet niet wat hij van plan is allemaal, hoor. Oké. Oké, ja, met die sterretjes kunnen we hem raken.
Maar dan moet hij wel even komen. Ja, oké, ik heb hem één keer geraakt. Oh, beter krijg ik strakjes gewoon nog de mogelijkheid om even te eten of zo. Oh, ik had nog bijna volle leven zijn. Opeens raakt hij me gewoon keihard. En ik weet... Hier, ja, ik weet toch allemaal niet wat er gebeurt. Hoe moet ik nou weten wat hij doet? Dat kan ik niet zien. Oké, we hebben hier een poging 2 voor nodig. Dat kan ik je wel vertellen. Oké, hier, zweven. Ja, soepel. Geef me alsjeblieft wat te eten, Makolor. Ik bedoel, je moet wel een beetje eerlijk houden. Je moet niet opeens allemaal gekke dingen gaan doen. Au. Ik heb nu weer een superpower. Ik heb de boomerang. Dan kunnen we hem in ieder geval wel weer raken. But I really need some food. I really need some food, Makolor. Please. Please. Give me food. Give me some food. Nou, ik heb hem wel flink geraakt nu. Ik denk niet dat hij eten gunt. Ik word net niet geraakt. Ik dacht dat ik te laat zou zijn, maar dat valt mee. Oké, we gaan weer vanuit het midden gaan we weer schieten. Ik weet niet meer wat dit is. Volgens mij een light beam. Ja. Oké. Pak hem, Curb. Lekker. Top dit. Wat is dit ook weer? Oh ja, er komen er weer nieuwe wezentjes. Die worden weer... Auw, nee, ik ben geraakt. No, ik ga dit niet meer redden, jongens. Ik ga dit echt niet meer redden. We need a poging 2. Hij maakt dus een patroon. En dat patroon komt in gigantisch grote kracht op je beeldscherm. Dus dat patroon moet je dan ontwijken. Oh, maar de zandpower is zoveel beter. Kijk, de zandpower. Hoeveel damage ik hem daarmee gelijk kan doen. Dit is insane. Ik heb hem nu al binnen 3 seconden ongeveer net zo ver... Oh, oké, die had ik niet verwacht. Maar ik kwam binnen 3 seconden al net zo ver als dat ik hem net had tijdens ongeveer een half uur. Oké, dat is misschien overdreven, maar kijk. Hij is nu al voor de helft kapot. Wat is dit? Wat ga je doen? Oké. Nu moet ik denk ik... Ja, nou, dat ging ook niet helemaal soepel. Kom maar. Ik heb de Sandy Gas Power. Ik maak je kapot met de Sandy Gas Power, vriend. Kom maar. Die bollen hebben ook niks op mij. Ik kan gewoon mezelf boven mijn hoofd beschermen. En dan ga je eraan. Dan ga je eraan, vriend. Oké, we zijn er al bijna. Ja, nu gaat hij dat laag doen. En dan gaat hij dat straks... Oh, dan gaat hij dat... Ik weet het toch allemaal niet, joh. Maar maakt niet uit. We hebben nu genoeg leven om hem te nakken. Let's go. Hij gaat weer voor de superpowers. Hij gaat weer allemaal dingen gooien. Maar dat maakt niet uit. We hebben hem bijna neer. Ik ga wel even mijn vleesje pakken. Wat gaat hij nu doen? Een kruis. Dus ik kan nu hier veilig staan. Kijk, nu hebben we hem door. We weten nu eindelijk wat hij dan ging doen. Magolor, je bent bijna kapot, vriend. Je bent kapot. Als je maar de goede superpower hebt, dan gaat het gewoon veel makkelijker. Lekker. Is dit dan je einde? Of kom jij nog een keer terug? Ik denk het niet, hè? Ik denk dat het nu wel klaar is, hè? Je bent nu weer de kleine Magolor. En je kroontje is gebroken, vriend. Je kroontje is weg. En jij bent ook weg. Zo te zien. Kirby en zijn vrienden staan te kijken. Een beetje in verbazing naar wat er hier allemaal gebeurt. Want wat gebeurt er? Wordt het universum gered? En het eiland Planet Popstar van Kirby wordt die ook gered? Oké, blijf staan, hè? Niet allemaal vallen, jongens. Blijf op die platformpje staan. En waar is Landia? Ik wou net zeggen, waar is Landia? Daar is Landia. En daar is het schip van Magolor. Ja, die is nu van ons. Die is nu gewoon van ons. Die mogen wij gewoon... Oh, die kwam nog even op ons af. We worden gered door Landia. Door de drakies. Super cool. Oh, ik krijg Lord of the Rings vibes. Dan worden de hobbits gered door adelaars. En nu wordt Kirby gered door een draak. Precies hetzelfde. De hobbits waren ook ver weg. Op het einde van hun kracht. Kirby ook bijna. Daar is ook het schip van Magolor. Ja, die niet langer van Magolor is, denk ik. Ik denk dat wij dat schip gewoon gaan claimen nu. Het gebeurt er. Het schip schiet ergens op. Gaan we hiermee terug naar Planet Popstar. Ja! De molen is gewoon een boom op deze planeet. Een vlindertje vliegt boven ons hoofd. Kirby wordt wakker. Ja, dit is je planeet, Kirby. De welbekende muziek van de Kirby Games. Meta Knight, what up man? Thanks voor je hulp. King DDD, ook bedankt voor jouw hulp, I guess. Je hebt niet heel veel gedaan, maar toch bedankt. Met een bloemetje in zijn haar. En een vlinder op zijn bakkes. Yeah. Zelfs Meta Knight lacht, zag je het? Hij deed zo. Het einde van deze game. Kirby Return to the Star Dreamlight, the Star Deluxe ding, spel. We kunnen nog wel de uitdagingen gaan doen.
Oh, de draak is gaan weg. En het schip is ook weg. Nou, dan is het cirkeltje weer rond. We zijn weer terug waar we begonnen. We hebben het universum bevrijd van Magolor. En we hebben de game uitgespeeld. Als je dit vet vond, knal de duimpjes omhoog. Dankjewel voor het kijken. Ik vond het leuk. Ik hoop jullie ook. En abonneer op dit Nintendo kanaal. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!